Ja, Sander Reneman is bij mij aangeschoven. Hij is founder, CEO, creative director bij 250K. Sander, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor... 250K is misschien, doet niet bij heel veel mensen een belletje rinkelen. Nee. Maar als ze zien wat jullie allemaal doen, dan wordt het gelijk duidelijk. Want waar staat jullie bedrijf voor? We zijn een creative agency, internationaal, opererend. Dus eigenlijk, om het makkelijk te zeggen, alles wat je visueel ziet op een evenement, dat maken wij in huis. Precies. Dus dat gaat echt van branding tot concepting, set designs, showcreatie. Ja, dat soort zaken. Want we zien de foto's voorbij komen, hè? Maar het zijn vooral grote dance-events. Bijvoorbeeld Armin van Buuren doen jullie heel veel voor. Jullie gaan de hele wereld over. En alles wat we zien dus, is door jullie bedacht en uitgevoerd. Ja, klopt. Ja. Dat doen we allemaal in huis. Dus echt van contentcreatie tot aan hoe het visueel er allemaal uit komt te zien. Tot de hele invulling, dat bedenken wij. En dat, hoe is dat ooit zo begonnen? Hobby, passie. Kwam van de grafische school, vond ik niet zo heel leuk om op een reclamebureau te werken. En kwam meer in de... Ik zat al best wel in de dance destijds. En gingen feestjes geven en ik ging meer eigenlijk zitten ontwerpen. Dus, en zo is het eigenlijk van kwaad tot erger geworden. En naar wat het nu is eigenlijk. Ja, want als je zegt van hoe jullie dag er normaal gesproken voor corona uitzag, hoe vulden jullie het jaar eigenlijk? Ja, dat was natuurlijk heel, heel, heel druk. Sowieso omdat het ook internationaal is. Dus wij verschoven natuurlijk ook het festivalseizoen van waar het in ieder geval de zomer en alles is. En dat is eigenlijk 24/7, 7 dagen in de week. Wij reizen ook veel met artiesten mee. Ja. Dus dat was, dat is aan een sluitend 6-7 maanden per jaar van huis. Constant weg, druk, jetlags. Was er een moment waarop alles voor jou samenkwam? Dat je dacht, dit is hoe ik het allemaal bedacht had. Dat je de show zag. Best of Armin Lonely 2017. Dat was eigenlijk een opbouw van een aantal jaar met Armin, zijn eigen show, Armin Only eigenlijk, die we wereldwijd uitrolden. En dat kwam ooit samen in de Arena in 2017, in mei. Dat was wel een soort van het toppunt waar we natuurlijk ooit naartoe hebben geleefd met z'n allen. Ja. Dus daar kwam wel zeg maar een hele periode van 10 jaar samenwerken met elkaar eigenlijk bij elkaar. Dus dat was wel een van de hoogtepunten destijds. Ja. Nou zit jij in een sector die ongelooflijk hard is geraakt. Gigantisch, niet alleen omdat we allemaal hebben stilgelegen, maar ook dat er eigenlijk geen enkel perspectief is. Klopt. Om je op te richten. Dat maakt het natuurlijk ook heel lastig, omdat wij floreren eigenlijk bij grote mensenmassa's. En dat mag niet meer. Ja. En is dat niet erg, want ik denk dat we allemaal het begrip kunnen opbrengen natuurlijk van wat er eigenlijk zich om ons heen afspeelt. Maar het lastige blijft natuurlijk wel is dat wij gewoon geen uitzicht daarin hebben. Er is geen einddatum, geen concrete einddatum. En dat maakt natuurlijk als bedrijven zoals wij, maar ook onze collega's natuurlijk super moeilijk om daar ook een plan op te maken. Ik weet wel, we ook met onze financiële man hebben wij geloof ik ook wel 50 rekenmodellen gemaakt van hoe wij deze periode überhaupt denken door te komen. Ja. Maar ze kloppen alle 50 niet, omdat in april of in maart dachten we er zo over. Hadden we nog een zomer? Elke keer weer hadden we nog een zomer. In april ging de zomer eruit, hadden we nog een najaar. In mei kwam natuurlijk eigenlijk het bekende verhaal over een vaccin. Ja, dan is het natuurlijk op dat moment... Ja, dan kun je allemaal op je vingers natellen als dat een half jaar tot een jaar of langer gaat duren. Ja. Ja, dan hebben wij in Nederland natuurlijk niet zo heel veel op dat moment. Want hoeveel mensen hebben jullie bijvoorbeeld in dienst? Nu nog 20. We hebben helaas al wel afscheid genomen van de tijdelijke contracten. Dat doet wel heel ontzettend veel pijn. En we proberen nu eigenlijk deze 20 man zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Ja. Maar daar moet je wel een eind aan doen. Want hoeveel geld gaat er dan per maand uit zonder dat er iets binnenkomt? Je zit ongeveer nog... Kijk, wij zijn gelukkig wel onderdeel van de nauwregeling. Maar er gaat gewoon nog steeds zo'n 35% aan kosten constant uit. En er staat nul omzet tegenover. Ja. Plus waar je ook nog tegen aangelopen is dat je natuurlijk je omzetverschuiving... Dus we hebben ook een gat van een jaar. Want de meeste projecten die wij al af hadden voor de zomer, die zijn doorgeschoven. Dus alle designs worden doorgeschoven. Dus we hebben volgend jaar ook dat werk niet meer. Dus je komt ook nog eens in een gat van een jaar terecht. Ja. Dus het is super lastig. Hoe zie je het nu voor je? Want hoe lang is dit nog vol te houden voor jullie als bedrijf? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Want het ligt natuurlijk ook een klein beetje aan de overheidssteun. Die we krijgen, gelukkig ook krijgen. Dus daar ook geen kwaad woord over. Want ik ben daar heel blij mee. Ik denk dat zeker ook met mijn partners. Maar goed, er komt op een gegeven moment natuurlijk wel een grens waar je je privé financieel natuurlijk ook zeg maar alles gaat inleveren
om het, zeg maar, draaiende te houden. En die, dat punt is natuurlijk super lastig, omdat, ja, tot hoever ga je? En zeker omdat het lastig is, ik denk dat we allemaal als ondernemer bereid zijn heel ver te gaan. Omdat we hebben dit opgebouwd met z'n allen, dus dat is ons kindje. Maar ja, er komt natuurlijk wel een punt van, ja, stel, het lukt mij tot mei volgend jaar het vol te houden, maar wordt het dan september? Ja, dan precies, het is onzekerheid. Als je weet van in januari gaan we weer volle kracht vooruit kunnen, dan kan je een plan bedenken hoe je dit jaar overleeft. Ja. Maar dat kan niet, dus je moet continu weer schakelen. Ja. Wat is nu je idee? Nou ja, onze hoop is in ieder geval dat wij verwachten, in ieder geval afhankelijk ook van de steun die, die we nog krijgen. Hoop in ieder geval, nou ja, dan wordt het of september of natuurlijk dan begin volgend jaar. We hebben nog wel wat vlees op het bot zitten, maar het moet niet veel langer duren. Nee. En er moet gewoon op een gegeven moment, en weet je, je wordt er ook creatief. We zijn natuurlijk een creatief bedrijf, dus we zijn natuurlijk ook met allerlei nieuwe initiatieven bezig. Die ons ontzettend gaan helpen om weer nieuw business te creëren. Dus daar zijn we met mannen. Een ander soort werk te doen. Ja, je probeert natuurlijk op diverse mogelijke manieren natuurlijk in ieder geval een creatieve invulling weer te zoeken. Of het nou kleinschalig evenementen zijn tot 100 man die je op een creatieve wijze gaat invullen, dan wel virtueel eventueel. Dat zie je natuurlijk nu ook. De livestreams kwamen natuurlijk heel hard op. Maar worden natuurlijk ook vrij saai op een gegeven moment. Want iedereen die staat op een gegeven moment op een dakterras of in zijn huiskamer. Dus wij zijn een soort virtuele omgeving die waar we al een jaar of twee mee bezig waren. Dat heeft nu in een stroomversnelling gekomen. Ja. Dus daar zijn we vol mee bezig. Daar merk je wel dat daar heel veel vraag naar is. Maar ja, hoe je dat gaat invullen in een soort hybrid omgeving. Ja, en hoe je ook gelijk daar weer inkomsten uit genereert. Dat is natuurlijk heel lastig. Dus je bent natuurlijk weer aan het investeren. Dus je loopt er achteruit en je gaat nu nog een keer de diepte in. Je kan niet een bedrijf zeg maar. 24 uur omzetten en ook nog... Nee, dat gaat niet. Nee. Nou zijn we natuurlijk creatief. Dus we kunnen dat natuurlijk op verschillende markten toepassen. Dus dat doen we ook wel. We zien wel langzaam wel hier en daar wel wat openingen komen. Maar het zit allemaal in de pijpleiding. Dus nu zijn er heel veel VJ's, DJ's waar jullie ook voor werken. Hè? Die worden natuurlijk ook enorm geraakt. Want die hebben van de een op de andere dag geen inkomsten meer. Ja. Maar als eenmanszaak kan je misschien nog wat beter redden. Heb je wel veel reacties gehad? Ben je met hen ook in gesprek? Ja, zeker. We hebben natuurlijk sowieso naast het vaste kern mensen ook ontzettend veel freelancers voor ons werken. Dus daar is veel contact mee. Iedereen zingt het ook nog wel uit, maar voor iedereen wordt het natuurlijk wel steeds nijpender. Zeker op het moment dat er geen uitzicht meer is en er niet een definitieve datum is waar we naartoe kunnen werken met z'n allen. Dan wordt dat natuurlijk steeds nijpender voor iedereen. En er hangt natuurlijk wel een hoop gezinnen en aan vast. En, Dat maakt het natuurlijk wel heel, heel triest. Ja. Zeker ook als werkgever. Dat je weet dat je op een gegeven moment tot een keuze komt waar je eigenlijk niks aan kunt doen. Die je wel moet maken ten nadele van iemand anders. Dat is natuurlijk dat is your worst nightmare. Ja. Dat is natuurlijk wel, daar hebben we al een hoop slapeloze nachten van gehad. Ja, dus, met jouw vele ondernemers. Ja, zeker. Absoluut. Wat mis jij het meest aan je werk? Ik denk iedereen waar we altijd dag en nacht mee samenwerken. Gewoon het toch wat misschien ook wel je vrienden, je businessvrienden zijn geworden. Waar natuurlijk gewoon, je bent toch... Kijk, het mooie van wat wij denk ik doen met elkaar is dat het is een soort door dik en dun. Je hebt een eindstreefdatum en dat is de opening van de deuren. En tot die tijd moet alles gebeuren. En dat doe je met elkaar. En dat saamhorigheidsgevoel met elkaar en met iedereen toch naar dat einddoel werken, dat eindproduct, dat is natuurlijk wel iets wat denk ik in de meeste van ons allemaal zit. Ja. En waar we voor gaan altijd, jaar en dag, en ook hebben geleefd. Precies. En dat is weg. Dus er komt natuurlijk ook wel heel veel mooie dingen. Weet je, ineens tijd voor gezin en familie en... Dus dat is heel fijn. En ook met het elkaar proberen te helpen. En zeker, Dus er ontstaat natuurlijk ook weer iets heel moois. Dus ik denk ook wel dat je vriendschappen zijn natuurlijk waardevoller aan het worden. Ja. Maar er is ook gewoon keihard geld nodig om deze sector te redden. Dat is gewoon de harde realiteit. Ja, ja. En een investering vanuit de overheid. En ik hoop dat die zo snel mogelijk komt. Jij mag ook je naam zetten op onze fantastische muur. Wat namens wie zou jij je naam erop zetten? Nou, sowieso krijgen? Naast de harde kern van ons bedrijf, het personeel. En de freelance, het ZZP's die allemaal met ons werken. Ja, hoeveel mannetje van? Ik denk een man of 60. 60, ja. Mooi getal. Zeker. Mensen die allemaal zijn geraakt. Die allemaal zijn Sander, geraakt, ja. Zet je naam erop. Dank je wel. Heel veel succes voor de toekomst.
Dank.